krukken met onderarmschalen ontzien de handen, pols en onderarmen. Je gaat dadelijk beide onderarmschaalkrukken naar voren plaatsen. Je plaatst je aangedane been ertussen en vervolgens je goede been zwaait door naar voren. Zou je dat eens willen proberen? Ja. Dus beide krukken naar voren, aangedane been ertussen, andere been naar voren. Prima. In een rustig tempo probeer de ellebogen goed bij je te houden, zodat je goed kunt blijven steunen. Blijf recht oplopen en probeer een beetje voor je uit te kijken ook. Als ook de bovenarmen te zwaar belast raken door het lopen met gewone krukken, kunnen okselkrukken worden ingezet. Hierbij wordt het gewicht verdeeld over de schouders en handen. Ze worden niet vaak ingezet, omdat ze druk kunnen geven op de zenuwen in de oksel. Doe het vooral rustig. Je moet je daar veilig bij gaan voelen en zeker bij gaan voelen. Doe het dan ook niet te snel. Probeer een beetje rechtop te blijven, een beetje naar voren te kijken ook.